Slechts 7 veldspelers en 2 keepers stonden maandagochtend op het trainingsveld van de Hertgang. De meeste spelers die zondag tegen NAC met 3-1 verloren, werkten binnen aan hun herstel. Ook trainer Fred Rutte liet zich niet op het veld zien. Assistent Erik ten Hag leidde de training. Langs het veld enorm veel pers, die allemaal speculeerden over het mogelijke ontslag van Rutte vandaag. PSV heeft maandagochtend echter officieel nog geen mededelingen gedaan over de situatie. Lees later meer op ed.nl.